Welkom bij Vlogmas dag 3. Goedemorgen iedereen. Het is 5 uur. Freya en ik hebben in bed gelegen. Tot ik denk. Ik ga me trouwens omkleden, maar jullie zien dat toch niet. We hebben in bed gelegen tot 1:30, denk ik. 3:30 of zo. Gewoon gebabbeld. Wat. Op een gsm gekeken en zo. Ik was de vlog gisteren op niet zo'n positive note geëindigd. Ik zei gewoon kut avond. Ik ga daar ook niet te veel woorden aan vuil maken. Er waren gewoon bepaalde omstandigheden. Twee meisjes die echt heel vervelend aan het doen waren. Ik snap niet waarom mensen elkaar niet gewoon kunnen laten leven en laten doen. En waarom dat mensen zo ambetant moeten doen. Maar oké, het was al bij al een heel fijne avond. Totdat er gewoon twee meisjes echt super ambetant tegen ons deden. Dan zijn we ook nog een frietje gaan eten en dan zijn we naar huis gegaan. Maar voor de rest was het wel heel tof. Nu ben ik mij aan het aandoen. Ik heb mijn koffer gemaakt al voor naar Duitsland te vertrekken morgen. En nu ga ik naar mijn ouders, want we gaan in de chalet eten, een beetje drinken en zo, een beetje chaletparty. Voor ik ga vertrekken ga ik nog snel de adventkalenders open doen. Ik ben benieuwd wat erin gaat zitten. Ik ga weer beginnen met Primark. Let's see. Dag 3. Hallo? 3? Oh. Het is weer een hele kleine. Hey Milky. Ik krijg het er niet uit. Het is een paarse oogschaduw of zo, denk ik. Of glitter. Ik weet niet, maar ik krijg het er niet uit. Dus ik ga het ook even laten steken. Dan, next, is de Body Shop. Nummer 3. Ja, Milkos. Ah, hier. Oeh. Die is groot. Oeh. Oké, mooi. Wauw, een zeepje. Oh, dat is super mooi. Oh, en dat ruikt ook super lekker naar besjes. Oké, tof. Dan ga ik op het toilet leggen. Ah ja, ik ga dat nu doen, want ik ga mijn kalender meenemen naar Duitsland. Oké, dan nog de kattenkalender. Wie is er klaar voor? Wie wil er een snoepje? Kom hier. Dag 3. Waar is dag 3? Zien jullie dag 3? Ik ken niet alle. Oei, ik zie. Ah, hier. Oké. Wat is dit? Woehoe! Allemaal verschillende kleuren. En het is. Ja, van alles door elkaar dus. En dat zijn hartjes. Ja, kom hier. Wachten. Rustig aan. Deze ga je nu precies lekker doen. Wacht, ik moet ze mooi verdelen, hè. Mooi verdelen. Ja, zo. Hier. Zijn ze lekker? Denk het wel, hè. Oeh, deze vonden ze precies echt lekker. Oeh, score. Hier is nog een, hè, Milky. Oh, die is al uit de mond gevallen, voel ik. Oh, amai. Ik zie er echt moe uit. Ik
ben ook wel echt moe. Ik ben onderweg. Ik heb alles bij, hoop ik. Oh, ik hoop echt dat ik niks ben vergeten. Want ik bedenk mij nu, misschien TMI, maar ik bedenk mij nu dat ik mijn regels moet krijgen een van de volgende dagen. En ik heb daar niks voor bij. Dus, maar ja, daar zullen ze ook wel winkels hebben zeker. Gok ik. Dus dan kan ik dat daar nog wel kopen. Voor de rest, ja, ik heb echt veel bij. Echt veel bij. Maar ja, het gaat er ijskoud zijn. Dus ik wil wel voorbereid zijn en genoeg hebben om lekker warm te zijn. Ik ga nu naar mijn ouders. En dan ga ik bij de Mystery Guest slapen. En de Mystery Guest gaat trouwens mee naar Duitsland. Ik weet nog niet wanneer dat ik de Mystery Guest ga aankondigen. Ik weet ook niet of jullie benieuwd zijn of als jullie enig idee hebben wie het kan zijn of zo. Als dat zo is, laat mij dan maar weten in de comments. Ik ben wel benieuwd als jullie een idee hebben of als jullie denken te weten wie het is of als jullie hem willen leren kennen. We shall see. Ja, ik ga dus daar slapen en dan morgen vroeg vertrekken, heel vroeg, naar Celine en Nick. Maar het gaat wel tof zijn. Ik kijk er wel naar uit. Ik ga wel mijn katjes missen. Ik hoop dat er goed gezorgd gaat worden voor de katjes. Maar ik gok van wel. Ik ben bij ma en papa. En de Sint is geweest. Oh, adventkalenders. Jee. Oh. Oh, wat is dat allemaal? Ik weet het niet, hè. Snoepjes. Lekker. Oh, kijk, tof. Dat zijn die van Ikea, hè. Erik. Ja. Zalig. Parfum. Oh, kei leuk, hè? Woehoe! Nee, waar we morgen naartoe gaan is het nog kouder dan dat het hier vandaag is. Oh, cozy! Zo cozy! Oh. Hier is dus papa zijn chalet. Kijk hoe gezellig. Want de lampjes zijn nog niet aan. Oeh. Normaal zijn hier allemaal lampjes aan, maar nu nog niet. Oké, nu zijn de lichtjes aan. Kijk hoe mooi. Chic, hè, papa? Schoon. Oh, en het is hier zo lekker warm. Het is echt een après-ski-hut. Yummy. Papa heeft soep gemaakt. Ja, er zit brood in de oven, hè, kiekske. En... Ja, dat is dus Anaïs haar ware aard. Ja. En... Ja. Dus inktvissoep heeft papa gemaakt. En je mocht praten, mama. Iedereen die niet instapt, famous is, ik heb de materiaal aan de kant. Maar ik vul dat met eten, hè. Dat is eigenlijk een kaakje. Zeg. Zeg. Ja, pak op, hè. Ja. Eet dank. Ja, nee. Oh, eet dank. Oh, amai, het is nacht. Oh, wacht, één patat en dan de kant. Oh, ja. Nou, dat is hele kleine, pas op, hè. Ja. Yes, paprika, kip, aardappeltjes, allemaal groentjes, spenkel, wortelen en courgette en witloof. Yummy. Mijn vriend heeft dat gemaakt voor de vrouwen. Een WhatsApp-groep. Een WhatsApp-groep. Vrouwen van de vrienden. Wat? Vrouwen van de vrienden. Vrouwen van de vrienden.
Wauw. Aangezien dat ik nog de adventkalender van IKEA heb gekregen van de Sint, ga ik die ook nog open doen. En nu mag ik er 3 open doen. Hè. Dus ik ga 1 open doen. Waarom gaat dat niet? Dat is altijd zo moeilijk met 1 hand. Hè. Oh, chocolaatje. Oh, dat is kei mooi. Oké, okay. Lekker. Ik denk dat het wel allemaal chocolaatjes zijn. Dag 2. Waar is... Aha, hier. Oké. Okay. Yummy. Nummer 2. En dan mag ik ook dag 3 open doen. 3, 3, 3, 3. 24, 8. Hoppa. Zie ik dat nu echt zo slecht? Hallo, 3. Ah, hier. Got it. Nummer 3. Oh, Oké, die ga ik nog alle 3 lekker opsnoepen en dan ga ik slapen. Ik ga hier vlogmisdag 3 afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie morgen voor vlogmisdag 4.